In tegenstelling tot wat er gisteren is bevestigd door een van de trekkers van Organic Movement, Raoul Hellings, was er vandaag weer een groep actievoerders voor de Nationale Assemblée om hun misnoegen te uiten. Gisteren vertelde Hellings aan journalisten dat de groep geen actie meer zou voeren tegen het beleid van de regering. Activist Maisha Neus zegt dat er vandaag is geprotesteerd om de regering te dwingen de buitenfunctiestelling van de hoofdinspecteurs van politie, tevens actieleiders Raoul Hellings en Sergio Gentel, terug te draaien. De eis is dat Gentel en Hellings per direct terug moeten in functie. Consequentie? Kort en krachtig. Consequenties, we blijven vandaag hier. Er zijn net wat parlementariërs naar buiten gekomen die hebben gevraagd of wij het, omdat er openbare vergaderingen is, of we naar binnen konden gaan. Ik had een groepje gemobiliseerd wat deed aan de kledingvoorschriften en wat hun ID bij had. En vervolgens kwam de politie met een mededeling of een opdracht van de voorzitter, Marinus B., dat COVID-regels nog van toepassing zijn in het parlement, waardoor we niet naar binnen mochten. Dat heeft natuurlijk de groep nog meer verhit, omdat iedereen weet dat COVID niet op die manier meer actief is hier. En ook omdat we hebben gezien dat meerdere mensen naar binnen gingen zonder mondkapje, zonder inachtneming van de Mohana-regels. Dus het was weer gewoon een soort drogreden van meneer Marinus B. om ons buiten te houden. We zien omdat ze niet geconfronteerd willen worden met boze Surinamers. Neus zegt verder dat de groep niet zal stoppen met protesteren zolang de regering geen antwoord geeft. De bedoeling is ook dat de voorzitter van het parlement verantwoording komt afleggen bij het volk. Volgens Neus zou het ook niet de eerste keer zijn dat Hellings en Gentel buiten functie zijn gesteld.